Vierde puntje is storytelling. Dat is eigenlijk de creatieve doorvertaling van uw go-to-market-strategie, van uw concept, van uw breder concept. En dat gaat heel breed. Dat gaat bijvoorbeeld van, we hebben een bepaalde missie-visie. Is die doorvertaald op de website? Is voor ons doelgroepen duidelijk? Worden die duidelijk aangesproken op de website? Als wij content uitwerken op social, op de blog, op de website, sluit die aan bij de interesses van onze doelgroep, bij hun contentnoden, informatienoden. Dus dat gaat heel breed. Dat is eigenlijk het bredere verhaal dat je in de markt zet. Ja, en dan alle content die we maken, ligt die volledig in lijn en is die consistent in lijn met inderdaad die andere elementen, zodoende dat als iemand het ziet, dat hij onmiddellijk aanvoelt wat het verhaal is van dat merk. Want we zien heel vaak dat er content wordt gecreëerd in alle richtingen en dat komt niet omdat de copywriter het niet begrepen heeft. Nee, dat komt omdat die stappen daarvoor niet duidelijk zijn neergeschreven en niet duidelijk als een briefing zijn genomen om dat verhaal consistent te kunnen vertellen. Want is dat er is, dan merk je vaak dat de contentcreatie veel makkelijker en veel efficiënter wordt. Ja. Ja. En dan ben je tenminste een coherent iets aan het vertellen. Wederom, hetzelfde als daarnet. Als je de drie vorige stappen overslaat en je begint gewoon content te maken, dan schiet dat naar alle kanten. Dan gaat dat bij niemand echt binnenkomen. Dan gaat dat niet volhouden omdat je niet de juiste signalen ziet. Dus in die fase, als je die eerste drie dingen hebt afgerond, dan deftig je website nog eens herbekijken. Ik zeg daarom niet per se helemaal opnieuw maken, maar eens bekijken, maar ja, klopt dat met de vorige elementen die we hebben gedefinieerd, met ons merk DNA, met onze go-to-market-strategie? Is dat irrelevant voor ons doelgroepen? En als we iets maken, is het dan om iets te maken, of is het omdat dat echt gaat binnenkomen kwalitatief bij de mensen die dat willen bereiken? Yes. Op een of andere welke manier, want ik zeg nu website en content, maar bijvoorbeeld ad creative, uw ad copy, dat hoort er ook bij. Dat is ook content, wordt soms vergeten. Het accelereren via paid campagnes, dat is op een later stadium, maar dat moet ook in die fase wel goed krijgen, wat dat je juist gaat vertellen. Tot zelfs e-mail nurturing flows, bij wijze van spreken. Voilà. Dus alle content die je buiten krijgt, is dat allemaal in lijn met met het verhaal. Juiste tone of voice is daar een belangrijk voorbeeld.